Christian, Chris en Michael Stuten, jullie zijn de winnaars van het koppeltoernooi. Hadden jullie dat ooit kunnen bedenken toen jullie aan het toernooi begonnen? Nee. Ik denk, al een paar rondes winnen. Ja, je weet het nooit met het koppeltoernooi. Dit is echt bizar. Ik kan wel horen aan mijn stem. Ik ben stem bijna kwijt. Dus ik vind het geweldig hoe we het gedaan hebben. Ja. Maar, en wat een finale hebben jullie ons gegeven, Michael. Is dit de mooiste prestatie, het mooiste moment in jouw dartleven? Ja, de laatste dubbel is de mooiste. Moment. Het mooiste moment is dat gewoon. En helemaal voor de support wat mee is, is dat geweldig. Ja, want tijdens de wedstrijd, groepjes stonden voor je op. Met name als jij die dubbel raak gooide. Hoe was dat, die support vanuit de zaal? Ja, het is gewoon fantastisch als ze dat doen. En mooi dat ze mee zijn. Het is gewoon een geweldig weekend geweest. Ja. Een mooie afsluiten met een medaille. En Christian, we kennen jou natuurlijk als wereldkampioen. Deze keer was eigenlijk sinds lange tijd dat we jou weer op de tv hebben zien spelen. Hoe was dat? Is het weer goed om terug op dat podium te zijn? Ja, nee, zeker weten. De laatste tijd ging het al lekker, maar dit is gewoon bonus. Hè? De koppeltoernooi winnen, dus open. Doe je niet zomaar. En ja, en wij doen het. Hè? Wij flikken het. Ja. Ik hou jullie niet langer op. Ga lekker een feestje weer. Ja, doen we.